Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Zoals jullie een beetje kunnen zien, ik heb wat aan het pad gedaan, nog niks aan de box. Dat ga ik denk volgende week in een livestream doen ofzo. En dan doe ik die livestream gewoon op maandag. Oh, we hebben veel dingen die defect zijn, eens even kijken. We hebben zapmonteurs die gewoon wat aan het doen zijn, dus die niks aan het doen zijn bedoeld, dus het komt wel goed. Maar ik dacht, we verbinden dit, zeg maar, Wild West met avontuurlijk thema. En dan met wat attracties. Ik denk dat dat wel heel leuk is als we dat gaan doen. En ja, dat dus eigenlijk. Dus ik wil zeg maar een beetje een avontuurlijke en de enge stemming kijken. Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld nog zo'n eentje plaatsen. Deze is ook altijd leuk. Deze gaan we sowieso plaatsen. Want deze is echt altijd heel leuk. Doen we zo. De ingang komt dan hier door natuur heen. En de uitgang komt aan deze kant. Ja. Je moet dan een beetje door natuur heen gaan, dus nee, ik denk dat dit gewoon nog goed genoeg is. Zo. Ik zet hem eerst even open. Ik ga eerst even alle andere attracties plaatsen en dan kunnen we daarna natuur plaatsen. Wow, we hebben nog best wel veel. Oké. Deze is ook altijd leuk. Misschien kunnen we die beter aan het pad zetten. Nou, een beetje natuur is ook wel leuk, hè, denk ik. Zo dan. Noemen we hem. Komt dit zo. Komt deze. Zo. Ja. Testen en open. En dan even kijken. Hebben we nog een junior attractie die we nog niet hebben gebruikt? Oh, we hebben deze wel al gebruikt. Oh, dan moet deze even weg. Was me niet opgevallen, sorry. Dan plaatsen we wat anders. Want hij was 6x6. We hebben niet echt iets 6x6. Dat is wel jammer. Ook niet in de junior. 5x5, die hebben we nog wel, dan doen we die al. Zo. Dat is. Oh, ik zet het per ongeluk op pauze. Dat is zeg maar wel al een junior attractie, vind ik. Dus kunnen we hier wel een wat engere attractie nog doen. Misschien zelfs wel twee. Die rode vaten hadden we al, maar de lasso kunnen we nog wel doen. Die hebben we nog niet. Dus even kijken, dan doen we die zo. Met niet al te veel natuur eromheen, maar wel een beetje. Oh. En dan houden we hem. Nee, we houden hem niet zo. Dan gaan we met deze hierheen. Eens even kijken, waar zit. En dit heb ik zeg maar vaker gemaakt. Oké. Ja, we gaan hier allemaal winkeltjes in doen. Als de ding er zin in heeft. Als het goed is, past dat. Ja, pas precies. Mooi. Doen we zo. En dan doen we deze ook nog zo. En dan kan je hierboven nog aan de zijkant allemaal winkeltjes maken. Doen
Ik doe dit normaal. Oh ja. Ik weet hoe ik het normaal doe. Oh. Huh? Oh, ja, tuurlijk. Ik dacht al, ik kan dat nou, maar. Hij moet zo. En dan zo. Dan deze twee naar beneden, toch? Ja, zo heb ik. Oh. Zo heb ik het ook aan deze kant gedaan. Dus. Zo doen we het ook gewoon. Aan deze kant op komt dat ook gewoon precies uit. En dan plaats je hier de stalletjes zoals. Oh, huh? Nou ja, dat komt dan wel. Deze en deze plaatsen we dan hier. Dan moet ik even kijken, want. Oh. Waarom kies je telkens dat pad? Dat snap ik niet. Maar goed. Kijk, we kunnen in totaal 6 winkeltjes. Dat is op zich ook niet verkeerd. Ja. Dit staat alleen nu wel lelijk zo, dus dit ga ik even dicht maken. Eens even kijken. Volgens mij waren de muren van het paleis Sultan, zo te zien wel. En dan... deze? Oké, apart, maar... vooruit. Ja. En dat moeten we dan nog verder maken, maar het komt helemaal goed. Dit staat nu allemaal open. Nee, oh, deze nog niet. Dus even kijken, dit ziet er wel saai uit zo. Maar daar wil ik wel nog iets gaan maken, maar dat is voor de volgende aflevering. Dus ja, dat is dus over 2 weken, want over 1 week gaan we hier mee bouwen met een livestream. Ja, wil je nou weten wat hier dus gaat komen, kijk dan over 2 afleveringen weer. Even kijken, want dan zal ik het even een beetje uitstippelen. Dat komt dan hier. Dat mag best wel groot, die oppervlakte. Zoiets. En dan ga ik even kijken, want dan gaan we hier gewoon even boompjes plaatsen nadat... we de ondergrond mooi hebben gekleurd. En dat is alleen aan deze kant van het pad nog zo, zeg maar. Ja. Tot zover loopt dat. En aan deze kant wordt het gewoon... dit groen dan, zeg maar. Zoiets als dit. Nou, nu is wat ik getekend heb een beetje weg, maar dat maakt niet uit. Oké. Nou, ik ga dit stukje even doorspoelen. Dus ik zal er niet bij praten. Maar dan ga ik dus gewoon eventjes lekker bouwen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Oké? Tot zo.
Zo, en daar ben ik weer. Ik was vergeten de mic erop te zetten, dus daarom heb je me waarschijnlijk al zien praten en zo. Maar ik zal nog eventjes uitleggen wat het allemaal inhoudt. Nou, hierin zitten dus allerlei shops. En ja, voor de rest is dit het hele park. Volgende week, maandag, komt er een livestream. Omdat ik zondag niet kan livestreamen, doe ik dat maandag. Ja, en in die livestream gaan wij verder werken aan de box. Dat is ook de enige keer waarschijnlijk dat er volgende week iets op mijn kanaal gebeurt. Want ik heb proefwerkweek volgende week en de week daarna. Dus ja, dan komen er waarschijnlijk geen video's. Maar wel nog de livestream, denk ik, op maandag. Dat hoop ik in ieder geval wel. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Als het zo was, laat dan even een duimpje achter. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Doeg!